Hallo allemaal, welkom op zondag slijmt dit dag. En we gaan er een beetje een makkelijkere video van maken, want ik heb nog steeds moeite met praten. Ik ben nog steeds ziek, maar ik wilde dit toch nog even doen. Ik heb namelijk 3 soorten lijm laatst gekocht. Nou ja, laatst al een hele tijd terug. En we hebben heel veel soorten lijm. Alleen niet van allemaal weten we al of ze ook daadwerkelijk werken met lensvloeistof of met de andere dingen die we gebruiken. Dus dat gaan wij vandaag proberen. Deze komt van de Action. Die komt ook van de Action. En deze komt van Pipo's. Dus we gaan gewoon kijken. Volgens mij zijn ze toevallig allemaal wit. En ik heb hier lenzenvloeistof. Groen. Blauw. En daar buiten beeld heb ik nog baking soda en borax oplossing. We gaan niet onwijs mooi slijm maken. We gaan gewoon kijken of het reageert. En dat betekent dat dit, als het goed is, een korte video zou moeten worden. Dat hoop ik wel. We gaan gewoon beginnen. We gaan met we beginnen met de Quick Glue. Deze komt dus bij Pipo's vandaan. En ik heb geen idee of dit werkt. We gaan hem niet helemaal vol doen. Nou, het is dus in ieder geval een witte lijm. Die er heel bijzonder uitkomt. Kijk, als het werkt, kunnen we aan het einde natuurlijk alle 3 de lijmen bij elkaar gooien. En dan kunnen we een of ander soort gigantisch groot slijmer van maken, maar ik heb nog geen idee. We gaan hem niet helemaal leeg doen, hè, zei ik al. Oké. Dat is 1. Zo, dat is ook lekker handig gedaan van mij. Ik zet even de camera stop. Oké, nu kan je het iets beter zien. Wit op blauw is wat duidelijker. We gaan naar de Crea Patch toe. Deze komt bij de Action vandaan. Het is ook een winkel. Nou, kijk, is ook wit inderdaad. Komt dan een stuk makkelijker uit. En er zal wel verschil zitten in de lijmsoorten. Zo. Crea Patch, die zetten we hier neer. En nu de Tacky Glue. Ik kijk even, er zit hier een soort. Ik moet even het puntje openmaken. Zo. Er zit wat vuil in. Zo. En oké, kijk, daar gaat het al. Even kijken, zo. Dat is ook genoeg. Zetten we dicht. En dan gaan we nu beginnen met het toevoegen van de versnellers. Van de activeerstof. En we gebruiken eerst de groene. Maakt niet heel veel uit, hè. We zien direct het resultaat. Dus langs de zijkant wat groen. Het hoeft geen mooi slijm te worden, dus het is ook niet eens zo dat je te veel of te weinig kan doen. Er moet gewoon iets gebeuren met de structuur van het slijm. Nou, en als deze groene niks doet, de groene lensvloeistof. Kijk, je kan daar zien waar je hem kan kopen. Kruidvat. Dan doen we gewoon de blauwe. We roeren deze. En er lijkt helemaal niks te gebeuren. Maar dat is niet erg, dat gebeurt wel vaker. Deze middelste heeft exact hetzelfde. Die zegt ook van, nou, het zal wel, maar ik doe niks. En deze laatste werkt ook in ieder geval niet met de groene lensvloeistof. Doen we er wat blauwe bij. Zelfde winkel. Zo. Kijk, en ik ga geen wasmiddel gebruiken, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als deze twee, alleen een nog sterkere concentratie. En daar heb ik de borax voor. Nou, reageert ook niet. Nu kan het zelfs nog zijn dat ik misschien acrylverf moet gebruiken. Even kijken, is dit toevallig? Ja, nou, ik heb hier toevallig ook nog acrylverf staan. Wij gaan eerst maar eens beginnen met de baking soda. Dit doet in ieder geval niets. En dit is slijmt dit zondag, hè? Dus als het helemaal fout gaat, is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Want daarvoor hebben we deze zondag juist gedaan. Wij gaan gewoon experimenteren. En bakpoeder doet helemaal. Nou, doet het niet iets? Doet het wel wat? Ik weet het niet. Het doet wel wat. Bakpoeder doet iets. Zo. Bakpoeder met lensvloeistof en die lijm doet iets. Ik weet niet of het goed is.
En ik weet niet of het iets is waarvan ik zeg van, nou, dat gaan we dan lekker blijven gebruiken. Maar hij wordt wel dikker. Oké. Misschien moet ik zo meteen nog meer toevoegen. Dat weet ik niet. Normaal ben ik altijd wat voorzichtiger met bakpoeder. Maar ik wil nu gewoon kijken of er een reactie is. En dan hoeft het allemaal niet zo voorzichtig. Nou, en kijk eens aan. Deze zegt ook van, hey, wacht even, dit bakpoeder. Daar kan ik wel van mee. Dus dat is een begin. Zo. Nou, deze werkt in ieder geval al een stuk beter dan deze. Dit is al dikke pasta geworden. Nou ja, we hebben er nog één. Zo. Maar ik heb heel erg in het begin heb ik een keer houtlijm gebruikt. En die houtlijm, die leek het ons hartstikke goed te doen. En tijdens het filmen dacht ik van zo, dit wordt net zoals dit. Dat wordt mooi slijm, dat wordt heel dik en stevig en was goed te gebruiken. Toen kwam ik een half uur later terug. Dat is eigenlijk precies dit, wat we hier zien. Precies deze. Ik zal deze even van dichtbij laten zien. Zie je? Het was precies dit. En als je dan een half uur later terugkwam, toen was het in één keer helemaal waterig. En eigenlijk gewoon weer een soort lijm geworden. Kijk, dit ziet er gewoon bijna uit als van, hey, hier kunnen we wat mee. Nee, het zit niet eens aan mijn handen vast. Dus ik zou bijna zeggen van, ah ja, nou, dit kan. Het is een beetje brokkelig en zo'n beetje vaag. Maar ik heb uit het verleden geleerd dat dit misschien een beetje te voorbarig is om te zeggen dat die werkt. Hetzelfde geldt dus voor deze, hè. Ze zijn wel anders. Zie je, deze is veel drilleriger dan die. Of het nou onwijs mooi is. Het is meer een soort putty. Ik weet het niet. Maar het doet iets. Deze vertikt het. Deze zegt van nou, ik begin er niet aan. Ik kan nog wat meer eraan toevoegen. Bij die andere hoeft in ieder geval niet meer toegevoegd te worden. Bij deze doen we gewoon wat meer. En dan kan je zien dat die wel echt, nou, dikker is geworden. En nu weer even wat dunner wordt. Maar ik denk, als ik hem aanraak, plakt hij niet, zie je dat? Dat is wel heel grappig. Het is niet sticky. Ik weet niet wat het wel is. Het is een beetje een apart spul. Ik kan hem gewoon zo vastpakken. En dan lijkt hij nu in één keer wel weer aan mijn handen vast te blijven zitten. Ene moment helemaal niet. Andere moment wel. Maar, zoals ik zeg, vorige keer ging het dus helemaal mis nadat we het een tijdje hadden laten staan. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik heb dus geen borax nodig gehad. Baking soda was in dit geval het gedeelte wat nodig was. Ik ga dit gewoon nu even laten staan. Ik doe de camera uit. En dan komen wij zo meteen terug en kijken hoe de staat van het slijm of putty of wat het ook wordt is. Oké, daar zijn we weer. We gaan kijken wat er van over is. Nou, dit, kan je het zien, is een stuk klei geworden. Oké, bijzonder. Dit, kijk, een soort massa geworden. Het is niet echt plakkerig of zo. En nou, die kan gewoon hierbij. De laatste is een soort kneedbaar iets. Het is nog niet uit elkaar gevallen. Misschien gaat dat nog gebeuren. Ik weet het niet. Dus het werkt wel. Je kan er wel wat mee. Maar ja, ik weet het niet. Zoals ik al zei, hè, we gaan er gewoon één grote bal van maken. Ja. Niet mijn, nou, deze, de tacky glue. Die is ook nog echt een beetje plakkerig. Een beetje tacky, zoals het dan heet. Die is nog het meest. Oké, resultaat is
Tacky Glue is bruikbaar en daar kan je slijm mee maken. En als je dan nog een beetje beter je best doet, dan kan je het wat minder plakkerig krijgen. Je hebt wel baking soda nodig blijkbaar om het te activeren, dat het niet zo plakkerig is. Dus dit werkt. Crea Patch en Quick Glue, die worden wel dik, maar doen niks. Deze ga ik even apart houden, want ik ben wel benieuwd, voor mezelf is dat eigenlijk meer. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat doen, als ik het laat staan. Deze twee, nou ja, ik vind het niks. Het valt uit elkaar, het is wel hard, het is een soort een blob. Je kan het misschien in een stressbal stoppen. Maar ja, het is gewoon een witte pasta massa. Word niet onwijs blij van. Of ik weet niet of ik er nou echt ongelukkig van word. Misschien wel, want ik ben nu ook nog een beetje ziek. Dus echt heel... Ik ga het even een beetje in de schaduw. Het is op zich wel grappig. Misschien kan je er wel wat mee. Maar als je een beetje creatief bent, heb je hier vast wel een leuke doelstelling voor. Denk ik. Ik niet op het ogenblik, want mijn hoofd zegt alleen maar van stop, 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 je moet naar bed. Maar ik maak deze video gewoon even af. Dit, dus de Crea Patch en de Quick Glue raad ik niet aan. Dat is echt gewoon niet... Ja, misschien wel met andere manieren hoor, maar dan moet je heel veel moeite gaan doen om lijm aan de praat te krijgen die normaal, terwijl het veel makkelijker moet zijn. Kijk, dit werkt wel. Zoals ik zeg, met een beetje creatief werk. Echt, die lamp is zo verschrikkelijk fel moment. Ik zet even de camera uit. Voor het laatste gedeelte wil ik wel een beetje normale belichting hebben. Nou, nu ziet het er even wat normaler uit. Dan kan je ook een beetje zien wat ik aan het doen ben. Dan kan je de structuur zien. Het is niet wijs slecht en je kan er vast wel wat mee. Of je nou echt heel erg goed werkt in een stressbal. Weet ik niet. Zoals je ziet, het valt gewoon een blok, een brok. Je zegt, zijn brokken die zitten erop, die vallen eraf. Dus dat, het zijn die twee, om het zo te zeggen. Dan gaan we naar deze. Zie je, dat is wel weer gewoon eigenlijk het manier zoals we het kennen. Het is rekbaar. Ja, dus dit werkt. De Tacky Glue. Er zijn betere lijmen, maar misschien wil je per se een witte. Weet je wat? Ah. Misschien wil je per se een witte lijmsoort gebruiken om een bepaalde reden. Dan is de Tacky Glue een optie. Nou, kijk, nu heb je een soort zonsondergang gemaakt. Ziet er ook leuk uit. Voor sommige effecten is witte lijm nog mooier. Bijvoorbeeld voor sommige eenhoornslijmen is witte lijm veel mooier. En deze is meteen ook niet fluffy, weet je, dus dat scheelt. Dus dan heb je gewoon witte lijm die niet fluffy is. Deze acrylverf zorgt er ook meteen voor dat hij nog wat minder gaat plakken. Dus Tacky Glue, daar kan je absoluut wat mee. Ik weet uit mijn hoofd even niet hoeveel die kost. Ik weet alleen dat die bij de Action vandaan komt. En dat is iets waar veel mensen wel toegang tot hebben. Zo, kijk, hebben we een beetje een oranje kleurtje. Zie je, maar dit werkt gewoon. En deze. Ja, ik weet het niet. Zie, ik trek hem zo aan blok. Hij scheurt meteen. Deze vind ik niks. We hebben hem bij elkaar gevoegd omdat we een beetje leuker iets kregen. Ik ga zeggen, dankjewel voor het kijken. Dit was de Slijmt Dit Zondag. En Slijmt Dit Tacky Glue. Tacky Glue. Tacky Glue. Slijmt deze twee. Geef je dit. En waarschijnlijk als ik straks over een uur of morgenochtend terugkom, is dit gewoon weer water geworden. Ik weet het niet. Die twee zou ik niet doen. Die twee. Dit is de winnaar. Als er een winnaar was. Het was geen wedstrijd. Maar Tacky Glue werkt. Die kan je gebruiken voor jouw slijmvideo's. Als je iets wil doen. Of voor je eigen slijmvideo's. Gewoon om slijm mee te maken. Ja? Nou, dankjewel. Dit was het weer voor vandaag. En kijk woensdag natuurlijk naar mijn woensdag slijmdag video's. Daar kan je op mij abonneren. Daar op mijn vrouw. Daar zijn leuke video's. En tot de volgende keer.